en welkom bij een nieuwe huisvlog. Ik heb de afgelopen tijd weer een beetje wat dingetjes in huis gedaan. En nou eerlijk gezegd moet ik zeggen dat vooral mensen me daarmee geholpen hebben. Want er moesten deze zomer nog wat dingen gebeuren op het balkon. En ik had nog steeds geen gordijnen. Dus aan het begin van de zomervakantie zijn mijn opa en zijn vriendin langs geweest. En dat ga je nu allemaal zien in deze vlog. Afgelopen vrijdag is mijn opa langs geweest en hij heeft onder andere deze plank op het balkon gemaakt. En nou, ik vind de kleur niet geweldig mooi, maar ik heb deze nog. En deze heb ik ooit gebruikt voor mijn tafel binnen. En dat is een beetje donkerbruin. Ik dacht dat is wel mooi om hier op te doen. Dus ik ga nu eventjes kijken of dit überhaupt nog goed is. Dat hoop ik, want anders zou ik weer naar de winkel moeten. En dan ga ik in ieder geval één laag erop smeren. Dan kan dat eventjes een tijdje drogen. Dan kan ik morgen of overmorgen de volgende weer op doen. Dus ja. Ik ben dus echt totaal geen professional hierin. Dus ik heb wel een kwast. Want dat heb ik de vorige keer ook met een kwast gedaan. Maar ik heb ook deze doeken om het even wat beter nog uit te smeren. Ik ga even een stokje pakken om te roeren in dat ding. En let's go. Ik heb ook nog even van dit spul gepakt om eventjes het schoon te maken. Dus ik ga even een doekje eroverheen. Alright, dit is nu het verschil. Dus deze is donker en deze moet nog. Ik ga de onderkant, heb ik net wel even een klein stukje gedaan, maar die ga ik niet verder doen. Alleen eventjes ertussen. En ik hoop dat ik hier goed tussen kom, want je ziet wel een beetje nog dat lichte, maar goed. De eerste laag zit er nu helemaal op. Ik heb hier even tussenin met een klein kwastje gedaan. Ja, je ziet, nou hij is wel iets lichter, maar er zit wel overheen. Dus ik hoop dat het straks ook goed pakt. En ik ga dan over 2 dagen nog eventjes een keer eroverheen. Maar ik ga het eerst even goed laten drogen. Het is 2 dagen later en ik wilde eigenlijk gisteren weer bezig gaan. Alleen, het was wat aan het regenen, dus ik dacht, nou, laat maar even zitten. Ik ga zo weer even verder. Ik denk dat ik in totaal 2 lagen doe, want op mijn tafel binnen heb ik 3 lagen gedaan. Maar ik vind het eigenlijk net toch te donker. En hier zit nog een beetje het hout er doorheen. Dit is hoe die er nu uitziet. Dus ik ga hem zo weer even schoonmaken en dan gaan we nog een laag erop doen. Ik weet niet of je het heel goed op camera kan zien, maar dit heb ik dus nu allemaal gehad. En daar, eigenlijk dat stuk en hier deze voorste plank moet ik nog. Ik weet eigenlijk niet zo goed of je het verschil nu kan zien, maar ik zie het in het echt gelukkig wel. Hey, het is alweer eventjes geleden dat mijn opa en zijn vriendin zijn geweest. Maar alles is nu wel een beetje af, dus ik wil even laten zien hoe het is geworden. Als eerste is hier de plank op het balkon. Die heb ik dus helemaal gebijt, 2 keer. En ik ben heel blij met hoe dat eruit ziet nu. Ik had dus een kattennet gehaald en die is eindelijk ook opgehangen. En die gaat dan zo over het hele balkon naar die kant toe. Zoals ik altijd er niet meer langs kunnen. Als je hier kijkt zie je dat hij er
voor langs zit. En daarboven zit hij nog vast met een haakje. En daar begon zodat ze er ook niet langs kunnen. En deze balk zit schroeven in. En die kunnen dan op de grond gelegd worden. Hier zo, zodat ze er ook niet onderdoor kunnen kruipen. Dus dat is een beetje het idee. De manier waarop we de balk vast hebben gemaakt is op deze manier. Met twee van die haken. En er blijft genoeg ruimte tussen eigenlijk over. Dat de katten er niet doorheen kunnen. Dus eigenlijk top. En het fijne is gewoon dat je hem kan opruimen. Verder zijn de gordijnen eindelijk klaar. Die heeft namelijk de vriendin van mijn opa ingekort. Toen ze hier waren, toen mijn oma en opa dus op het balkon bezig was. Want ze waren te lang. En daarna heeft ze nog even meegenomen, want ik had geen strijkijzer. Dus heeft ze nog even gestreken. Maar die hangen nu ook. Ik ben zo blij met hoe ze zijn geworden. Het ziet er gewoon zoveel mooier uit. Ik heb er aan die kant 4 hangen en aan deze kant heb ik er 1 hangen. Maar het is gewoon chill en ik kan hem ook gewoon dicht doen. Want er komt nog best wel fel licht hier door het raam heen. Ook als je tv kijkt of zo. Dus dat is gewoon heel chill. Dus ja, ik ben vooral gewoon heel erg blij dat ze eindelijk hangen. Want het voelt gewoon lekker homie.